Een groep studenten van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, studierichting journalistiek, hield gisteren een workshop met als thema de rol van de massamedia binnen de religie. De spreker voor de avond is pastor Steven Rijmen van Logos International. Het doel van de workshop is het vergroten van de bewustwording van beïnvloeding van de media en religie. Verder is de rol van de media binnen de religie aan de orde gesteld. Tijdens deze workshop heeft Rijmen de rol van massamedia binnen de religie belicht vanuit zijn vakgebied. Hij ging in op bijvoorbeeld beeldvorming door vragen te stellen zoals: wie zijn die media eigenlijk? Kunnen we in de informatiestromen die ons overspoelen vooroordelen van feiten onderscheiden? En bestaat er wel zoiets als neutraal nieuws? Rijmen zegt dat de media gebruikt worden om mensen te beïnvloeden en zo bijvoorbeeld effect te hebben op iemands opvatting. Religie kan de media gebruiken om iemands opvattingen of gedragingen te beïnvloeden. Wat wij doen bijvoorbeeld met social media, als ik van u allemaal straks uw telefoonnummer krijg, heb je morgen een prediking op je app. Ja, ik doe dat elke dag voor 1500 mensen. En sommige mensen, als ik geen prediking voor ze stuur, zeggen ze: hé, mijn man, alle soort mensen. Je discrimineert. Dus ik wist niet dat het zo'n grote invloed zou hebben. Aldus pastor Steven Rijmen van Logos International. Een groep studenten van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, studierichting journalistiek, hield gisteren een workshop met als thema de rol van de massamedia binnen de religie.